daar zijn we dan weer in de laatste week van de challenge, week 6. Wat ik zelf ben opgeschoten, ik heb echt geen idee. Ik sta nooit op een weegschaal. Ik ga straks even voor de camera staan en dan ga ik die foto's of filmpjes even naast die van week 1 zetten. En dan ga ik het verschil zien, want ik heb echt bij de muur een stip gezet. En op de plaats waar de camera stond een stip gezet, zodat ik weet echt precies waar ik moet gaan staan. Zodat dat echt precies hetzelfde is. En het tijdstip is ook hetzelfde. Het is weer ochtend en ik heb gewoon ontbeten en alles. Dus die dingen zijn allemaal hetzelfde. Dus dan kan ik heel goed de verschillen zien tussen week 1 en week 6. Nou, wat heb ik gedaan deze afgelopen weken? Misschien hebben jullie meegekeken, misschien niet. Ik ben flink bezig geweest weer met mijn billen trainen, maar ook met yoga om mijn lichaam lenig en soepel te houden. En ik ben eigenlijk clean aan het eten, dus dat wil zeggen heel erg gezond, zo min mogelijk suiker. Eigenlijk alles waar suiker in zit vermijden. Maar ik heb wel een paar momenten gehad, en gelukkig mag dat ook wel zo ongeveer één keer in de week, dat ik echt ja, gewoon geen mogelijkheid had om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld op een bruiloft en dat soort dingetjes. Ik denk dat iedereen dat wel zou hebben. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet 6 weken lang echt op elke gelegenheid je eigen eten bij je hebben. Of daar rekening mee houden. Hallo, je kan natuurlijk niet naar een bruiloft gaan en dan gewoon nee tegen het eten zeggen. En geen drankje drinken. Dat zou echt te gek worden. En het gaat allemaal natuurlijk om balans. Het gaat erom dat je 80% van de tijd gewoon goed en gezond aan het eten bent. En 20 mag je af en toe best wel eens doen wat je zelf wilt. Alleen als je jezelf een doel stelt van de challenge van 6 weken, dan zul je natuurlijk eigenlijk wel iets strenger moeten zijn. Want je bent niet voor niks een challenge aan het doen. Je bent er echt volledig voor aan het gaan. En daarom wil je ook resultaat gaan bereiken in 6 weken. Nou, 6 weken is best een korte tijd om resultaat te gaan zien. Voor resultaat zou je eigenlijk wat meer geduld moeten hebben. Eerst wil ik jullie nog eventjes meenemen in de afgelopen week. En we beginnen met een dag van mijn voeding. Zo, en dan ga ik weer mijn ontbijtje maken zoals sommige van jullie misschien al kennen. Dit keer heb ik met magere melk en gewoon water. Dan een maatje. Wat lijnzaad. Dat is niet de bedoeling, Jola. Pindakaas mag dan wel goed voor je zijn, maar je kan niet met je mond aan de lepel en dan de lepel weer terug doen in de pot. Is die bijna op? Ja. Oh, oké, dan mag het. En ik ga ook weer even mijn volkoren crackertjes eten met tonijn. Hele vieze crackertjes. Ik lust dat niet. Nee, dat kan ik op zich wel begrijpen. Maar ik hou van tonijn. Ik ga vandaag mijn favoriete eten maken van de laatste tijd. Want dat had ik laatst een keertje ontdekt toen ik gewoon zomaar iets moest maken van wat ik nog had. En toen heb ik dit bij elkaar gemaakt en het was zo lekker. Dus ik ga gehaktballetjes maken. Daar gebruik ik wel deze kruiden voor. En dan ga ik nog eieren bij doen. En ik gebruik mager runder gehakt. En daar gaat paprika doorheen. En straks nog quinoa ga ik erbij maken. En om het lekker verfrissend te maken ga ik komkommer door de quinoa doen. En dat wordt echt super lekker. Dit gaat allemaal door het gehakt heen. We hebben kip met broccoli en zoete aardappelen. Dat komt toch je neus uit? Doe maar water.
week heb ik flink lekker getraind. Krachttraining gedaan, yoga gedaan. En gisteren, zondag, ja, op zondag, heb ik samen met mijn vriend iets uitgetest. En dat is de suspension trainer, als ik het goed zeg. En dat is dit ding. Oké. Handig, hè? Nee, het is echt heel erg handig. Want ja, het is dus, je kan het zo bij elkaar dragen. Dus het is niet heel zwaar. Maar je kunt wel je trainingen er flink zwaarder mee maken. Zonder dat je dus gewichten nodig hebt. Dus ja, heel veel trainingen kun je natuurlijk gewoon met je lichaamsgewicht doen. Maar als je echt krachttraining gewend bent, of je bent gewend om naar de sportschool te gaan, of toch iets meer van jezelf te willen vragen, dan is het echt super handig om wat gewichten te hebben, zodat je wat, je krachttraining wat zwaarder kunt maken. Maar met dit ding kan je ook echt je training heel zwaar maken. Dat hebben wij gisteren wel even uitgetest en het was echt pittig. Het opnemen, maar let op, je kan dus ook met dit ding, die kan je eraan vastmaken, die kan je dus ook achter je deur klemmen en dan eraan vastmaken en dan kun je het dus ook binnen doen. Dus ik heb hem buiten uitgeprobeerd en gewoon ergens aangehangen, maar je kan dus ook gewoon thuis gebruiken. Ik zat nog heel even show in dit stukje. Dus ja, echt super handig. Ik ben er echt blij mee en hij gaat mee op vakantie ook, want juist op vakantie vind ik het echt heel handig, omdat ik dan geen sportschool heb. Dit is mijn telefoon. Eigenlijk was het een idee van mijn vriend en ik dacht, dat was echt een super goed idee. Dit is de eerste pagina die je ziet als je je telefoon opent. En er staat niks van social media. Ik heb al mijn social media verplaatst naar de volgende pagina en dan allemaal in een mapje gezet. Nou, wat is daar nou het voordeel van? Nou, misschien snap je het al. Je ziet dus niet continu, als je je telefoon aandoet, al die pop-upjes komen. En normaal dan zag ik altijd Facebook en dan zag je bijvoorbeeld een tientje of zo erbij staan. En dan dacht je, eens even kijken wat die 10 updates zijn. Nou, dat is natuurlijk super afleidend de hele dag door. Als je daar elke keer op gaat klikken, dan word je echt verslaafd. En dan zit je continu op een tijdlijn te kijken met allerlei onzin erop. Dus is mijn tip, verplaats hem naar de andere. En nog een tipje, zet bij elke social media ding, wat je niet zo heel belangrijk vindt, misschien wil jij het wel, maar ik in ieder geval niet, de meldingen uit. En dat geeft echt extra rust. Dat is een soort half zonnetje, die tweede, oh sorry, die derde, die typ je in. En dan gaat hij op een nachtmodus en dan heb je dus veel minder blauw in je scherm. En dat blauwe licht in je scherm, dat zorgt ervoor dat je gewoon veel minder goed slaapt. Of kans in slaap kan komen. Dus zet die even uit als je gaat slapen bijna en je wil nog iets op de telefoon. Dat waren de telefoontipjes. Als je nou echt geen idee hebt waar je moet beginnen met voeding en training enzovoorts, dan kan ik je echt adviseren om een plan te laten maken. Deze kun je ook via mij laten maken. Een 6 weken plan van week 1 tot en met week 6. Die dan volledig aansluit op deze video's. En dan krijg je gewoon een overzichtje van een menu en trainingen. En dat zijn dan trainingen die je ook thuis kunt doen. Die sluit ook heel goed aan bij deze video's, want ik heb dat boek gelezen en echt alles wat erin staat, daar sta ik achter. En dat sluit helemaal aan op het afslankverhaal, waarbij je dus echt spieren opbouwt en niet alleen maar aan het afvallen bent. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en hier nog een kleine afsluitingstip en verder de tot ziens. Wel een soort van let's get real dingetje op het einde van deze challenge doen. Omdat gewoon te vaak de vraag aan mij wordt gesteld van hoe krijg ik grote ronde billen. Ja, misschien wel gesteld door iemand die daar gewoon helemaal geen lichaam voor heeft. En kijkt naar de verkeerde foto's. Waarbij iemand gewoon op een bepaalde houding staat. Of implantaten heeft. Of vet ingespoten. Of misschien anabolen heeft gebruikt. Die vrouwen zijn er ook genoeg. Vergis je daar niet in. Of misschien een bepaald soort appje. Waarmee ze hun bil gewoon groter hebben gemaakt voor de foto. Geloof me, het is er allemaal. Ik zal je laten zien dat zelfs in een beweging al een heel groot verschil zit. Je kunt bijvoorbeeld gewoon zo op de foto gaan.
als je er niet over na zou denken. Bijvoorbeeld één been voorzetten, de ene iets achter en dan indraaien. En dan lijkt de biel al een stuk boller. Ik heb nu gewoon mijn zwarte broek aan, dus je ziet het niet zo heel goed. Maar hier zie je een flinke bolling die je als je gewoon zo staat niet ziet. Nou, dat soort dingen, daar begint het al mee. Maar het gaat helaas steeds verder en verder door steeds meer neppe dingen in bepaalde vormen. Waardoor andere vrouwen gewoon heel erg onzeker worden. Omdat ze denken en hopen dat ook te kunnen bereiken. Daar vervolgens hard voor aan de slag gaan. En na een hele tijd dat niet hebben bereikt. Ik heb die periode ook gehad. Ik heb ook geprobeerd om zulke billen te krijgen. Het ging zelfs een heel groot deel van mijn leven beïnvloeden. En toen ik eigenlijk weer terugging naar wat ik zelf leuk vind voor sport. Wat ik zelf prettig vind om te doen. En wat ik belangrijk vind voor mijn lichaam, hoe het voelt. En niet alleen maar om uiterlijk vertoon. Ben ik eigenlijk mezelf weer helemaal happy en vrolijk gaan voelen. En voel ik me ook weer heerlijk in mijn lichaam. Ik word niet elke ochtend wakker van de verschrikkelijke spierpijn. Waar ik gewoon vervolgens de halve dag chagrijnig van werd. Omdat ik zo hard trainde. En dat ik last kreeg van mijn rug door de zware bioefeningen. En dat allemaal gewoon een beetje te veel was. En ja, ik wil bij deze dus gewoon meegeven aan alle vrouwen. Wees jezelf en kijk naar wat jouw mooie kanten zijn. Want iedereen heeft mooie kanten. En probeer die mooie dingen te omarmen. En wees gelukkig, want dit zal je zoveel mooier doen laten worden in je gezicht. Dat niemand eigenlijk nog zou opvallen of jij nou die perfecte biel of buik of been hebt. Het gaat uiteindelijk allemaal om hoe sta je in het leven. Wat straal je uit? Ben je iemand die gewoon de hele dag chagrijnig kijkt en ontevreden of depressief? Dan zul je dat gewoon, ja, dan ben je gewoon niet echt een mooie persoon om te zien. En dan kun je beter aan andere dingen gaan werken in plaats van aan je lichaam. In ieder geval, dat is mijn mening en ervaring. Maar voordat je dus gaat werken of bepalen wat jouw doel is, lijkt me het gewoon heel reëel om te kijken naar jouw lichaam en jouw mogelijkheden. Nou, dat was het voor deze 6 weken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe. En zorg ervoor dat je, als je op vakantie gaat, ook wat leuke workouts gaat doen op vakantie. Of in ieder geval leuke actieve dingen. Daar zul je je fitter bij voelen. En minder schuldig als je lekker uit eten gaat of lekker gaat kamperen en barbecuen, whatever. En daar zul je gewoon lekkerder en beter bij voelen. Nou, doei! Wat een lang verhaal. Sorry! Vergeet ook niet even een duimpje voor de video te geven. Of een reactie hieronder. Zou ik super leuk vinden. Dankjewel! Doei!